How-to merengue roses bij bakmuts en zo. Wij gebruiken voor de merengue roses het recept voor de sugar stamp. U kunt deze vinden op onze website. We beginnen met de eiwitten en de suiker au bain-marie te verwarmen tot 72 graden. Heeft deze de 72 graden bereikt, doet u deze in de mixer en klopt u tot u stijve pieken heeft bereikt. Zo gauw uw eiwitmengsel stijve pieken heeft, voegt u de suikerbakkerspoeder toe en kleurstof naar keuze. Ik heb gekozen voor de Magic Color Neon Geel. Vervolgens mixt u nog kort tot het een heel stevig eiwitmengsel is. Uw merengeschuim. U heeft een spuitzak met spuitmondje 1 m van Wilton nodig. Vul deze spuitzak met uw merengeschuim. Op uw bakplaat heeft u een velletje bakpapier en u heeft verder nog papierrietjes. Ik heb gekozen voor het bamboedozijn. U zet een dotje met merengeschuim, leg het papieren rietje daarop en vervolgens vanuit het midden maakt u een draaiende beweging, steeds iets groter, zodat er een roos ontstaat. Als u ze allemaal heeft opgespoten, doet u het de bakplaat in de oven op 80 graden voor zo'n 2,5 uur. Vervolgens haalt u ze uit de oven. En u kunt ze heel leuk na de tijd in een klein vaasje of kleine potje rangschikken, zodat het een boeketje merengue rozen wordt. Veel plezier met maken!